bijzonder verschil, 19 punten. Williams. Ja, Langmeijnen staat daar elke keer heel goed en de aanvallende fout. Kijk als een correcte. Nou, Langmeijnen heeft in principe wel wat luik nodig heeft hoor. Wat présence inside. Het was goed aan het vertrek van Dwight Colby. En hij voelt die lente perfect in. Alleen die fout was. Dat was goed een probleem. Gorgeous. Dan is Zabira weer. Dan wil het atletische vermogen een keertje kwijt. Is Zabira. Ja, hij geeft elke keer die bal gewoon terug af. En geen fout op Burgess. Had hij wel graag gewild op dat shot. Komt daar nog een beetje aangeslenterd. Ze zijn het ook alle vijf terug in defense. Joe Dirks. Kan die 2 meter en 12 in gang zetten. Moeilijk voor Joe Dirks. Ah, die kracht van Langmeijnen, dat is die grote jongen echt niet. Tio. Weer tweemaal spel met Langmeijnen. En Zabira. Ja, doe maar eens jongen. Shot van een herbal. En ook wat initiatief van de jongeling. Jonathan Williams. Ja, hij probeert daar wat mooie moves. Maakt zo'n trucken door te toveren. Ah, ze pakken niet ten opzichte van Emil Kunchar. Oeh, Tito Casero nu met de 3-punter. Niet zijn allersterkste punt is nog werk aan, weet hij zelf ook. Maar hij is er mee bezig, Tito Casero. En het werd dus beloond met de selectie voor de nationale ploeg vorige week. Ook meteen zijn debuut kunnen maken. Die op zich onbelangrijke match wil tegen IJsland, maar toch. Heeft het toch maar voor elkaar gekregen. Tito Casero. Luister. Spring naar de overkant. Kunchar gelooft daar niet echt in. 2 punten nu voor Casero. En Langmeijnen houdt hem nog net binnen. Het zal niet veel verschil hebben. Kunchar, hier is Langmeijnen opnieuw. Die gaat voor die halve afstand en de fout van Gilles Dirks. Nou, moet toch opletten. Gilles Dirks met heel handig spot daar weg te nemen. Er zijn al redelijk lastige blessures van gekomen. Een op 2 voor Alexi. Langmeijnen. 12 punten nog. De Luik blijft in die zone opereren. Kunst die gaten zoeken. Ja, dat is goed gevonden hoor van Zach Thomas. En zoals daar straks aangeeft, het enige wat ontbreekt is dat scorend vermogen bij Aast. De concentratie is wat minder door die grote voorsprong. De kans is heel reëel dat wanneer je maar 5 puntjes voor staat, dat je die ballen wel gaat binnenleggen. Puur concentratie. Langmeijnen, oeh, was dat geen stapje te veel? Leek ons van hierboven van wel. Maar goed, echt de 2 punten. Zach Thomas, dat was al eventjes geleden voor Zach Thomas. En die zou misschien wel graag topschutter worden in deze match. Diop. Langmeijnen blijft
zou vechten. En Leverting gaat erover. Ja, de sfeer die is natuurlijk optimaal momenteel. Grote voorsprong, nog 2 minuten te spelen. 3 punten, thuis en weer. Oh, en ze maken het feest, hoe langer hoe groter. Carnaval begint officieel, maar pas morgen.